Was dat een indrukwekkende bijeenkomst? Ja, het was heel indrukwekkend. Hè. Nadat we natuurlijk eerst online hadden gehad vorig jaar, dat hij nu zelf naar Brussel is gekomen en als eerste naar het Europees Parlement kwam, dat was echt heel bijzonder. En hij begon eigenlijk ook met het parlement te bedanken voor de principiële en niet aflatende steun die wij al gegeven hebben aan Oekraïne. Dus dat was heel bijzonder. Ja, en nu dus gaat hij door naar de Europese Raad om daar te spreken. Wat vond u ervan? Er werd niet zoveel verteld over. Hij vroeg niet zoveel over wapens. Daar ging het wat minder over. Vond u dat opvallend? Nou, de voorzitter van het parlement had, zoals jullie net ook bespraken, natuurlijk eigenlijk al een flinke duit in het zakje gedaan, waar ik het overigens zeer mee eens ben. Ik denk dat hij daar met de regeringsleiders, die natuurlijk ook uiteindelijk moeten zorgen dat die wapens er gaan komen, alle wapens die Oekraïne nodig heeft om te winnen. Want daar ben ik het dus ook, die uitspraak die jullie ook al even aanhaalden, we geven steeds net genoeg, zodat Oekraïne niet verliest. Maar we moeten nu dat gaan leveren wat ze nodig hebben om te winnen. En ik denk dat dat vanmiddag bij de Europese Raad veel nadrukkelijker aan de orde zal komen. Ik denk dat hij nu ook vooral de eenheid wilde omarmen. Ik herinner me de zin die hij ook zei. We gaan niet terug in de tijd, we veranderen onszelf. Als we verenigd blijven. En ik denk dat dat ook zijn boodschap aan het parlement was. Nu volhouden en nu eensgezind blijven. Geert-Jan? Als je er even nuchter naar kijkt, Thijs, toch een beetje gek dat daar honderden volwassen mensen een andere volwassen man zitten te adoreren. Alsof het de grootste popster aller tijden is. Alsof, ik weet niet van wat voor muziek je houdt, maar alsof Bono of Beyoncé in de zaal staat. Mensen die je misschien wel willen aanraken of zo. Moet daar niet wat meer distantie tussen zitten, ook als je dat enorme applaus telkens hoort? Ja, maar het is ook wel echt heel bijzonder wat deze man voor elkaar heeft gekregen. Niet alleen in zijn eigen land, maar ook de manier waarop hij ons laat zien welke waarden de Oekraïners nu vandaag de dag letterlijk voor sterven. Dat wij dus deze president van een land wat bij wijze van spreken nog Europees gezinder is dan veel huidige Europese lidstaten, dat wij hem ook even nodig hebben om ons weer te laten beseffen waar dit project, waar die samenwerking in Europa meer dan 70 jaar geleden eigenlijk om begonnen was. Om vrede, om te zorgen dat we hier de grootste zone van vrijheid en democratie hebben op ons continent. En ik denk dat wat hij gedaan heeft voor de eensgezindheid in Europa eigenlijk bijna niet is uit te drukken in wat dan ook. Want ik bedoel, hij heeft Europa dichter bij elkaar gebracht en eensgezinder gemaakt tegen onder andere natuurlijk de autocraat in Moskou, maar ook veel breder. Want Europa heeft meer zelfvertrouwen dan 2 jaar geleden. Mede dankzij deze president. Thijs Reuten, Europarlementariër van de PvdA. Dank voor je eerste reactie. En zometeen om 3 uur dus veel uitgebreider in BNR De Wereld. Ik kom nog even luisteren naar VVD-Europarlementariër Caroline Nachtegaal. Die vond het al enorm indrukwekkend toen Zelensky via een videoverbinding het Europees Parlement toesprak vorig jaar. En dat hij nu ook echt in Brussel is, dat vindt ze een logische stap en ook wel een kippenvel momentje. In het Europees Parlement hebben we het dagelijks over het beschermen van onze vrijheid en democratie. En over hoe belangrijk dat is. En dat juist iemand als Zelensky het gezicht van de strijd om deze waarden op ons eigen continent ons vandaag live toespreekt, dat vind ik indrukwekkend. En dat is absoluut een kippenvelmoment. Geert-Jan, dat voorjaarsoffensief. Maakt het heel veel uit wat er nu besloten wordt, bij wijze van spreken vandaag of morgen, voor dat offensief wat ergens in de komende weken gaat komen? Niet voor de korte termijn op het slagveld, want daarvoor komen wapens, als je het daarover hebt, dan te laat. Het kan wel een afschrikwekkende werking hebben. Dus ook dat er gesproken wordt over het opleiden van piloten voor vliegtuigen. Die vliegtuigen die gaan voorlopig niet komen naar Oekraïne. Het is ook maar de vraag hoe ze dan daar de lucht in moeten. Ja. Want de infrastructuur van de vliegvelden is nou ook niet echt uitstekend na een jaar oorlog. En zeker niet na de invasie een jaar geleden, toen ook massaal die vliegvelden zijn gebombardeerd.
Je moet het denk ik zien in, en ik ben benieuwd hoe Bernhard ernaar kijkt, ook in fases. Dus er komt waarschijnlijk een offensief aan, of de Russen zijn al met een offensief begonnen. Mm-hmm. Als je Oekraïne mag geloven, dan is er ook in het noorden van Luhansk, een provincie die Poetin heel graag wil hebben, is daar nu een enorm offensief gaande. Dat is de korte termijn. Dan heb je natuurlijk de middellange termijn. Dan gaan we kijken, komt er meer luchtafweer geschud? Komen er meer wapens? Kan Oekraïne zich nog beter verdedigen? Nu is het een beetje vrouwen en kinderen eerst. En dan ga je de fase in dat je misschien wat makkelijker weer kan verdedigen. Als het zo is, heel veel slaag om de arm, dat er 500.000 Russen als kanonnenvlees met doorgesnoven koppen deze kant op komen. En deze kant bedoel ik dus de Oekraïnse kant op komen. En dan heb je dus de stap terug gedaan vanuit het Oekraïnse perspectief. Mm-hmm. En dan zou het kunnen, als er tanks zijn, of als er veel meer ander wapentuig is, als de soldaten nog beter getraind zijn, als, dat Oekraïne weer een stap voorwaarts kan maken. Het is constant een harmonica. En daarom is het ook gewoon niet te voorspellen welke kant deze oorlog opgaat. Omdat je niet weet, met al die variabelen, met al die factoren, wie uiteindelijk aan het langste eind trekt. Ja, maar Bernhard, als je als land zegt wat het VK doet, wij gaan piloten opleiden, dan is de volgende stap toch het leveren van die toestellen. Want anders slaat het nergens op om die piloten op te leiden. Zeker, en er wordt al ook gepraat over welke toestellen dat zijn. Dat is een wat verouderde generatie. Dat zijn lestoestellen, maar die hebben ze wel. Die willen ze ook misschien wel overbrengen. Maar het is precies zoals Geert-Jan zegt, niemand heeft enig idee waar je die dingen kan stationeren. Laat staan hoe je ermee kunt opstijgen. Want er is geen fatsoenlijk werkende startbaan meer. Dus dit is allemaal heel. Dat is een beetje. Maar jongens, er zit ook een hele andere kant, een simpele kant aan. En dat zag ik in heel veel bronnen. Munitie, 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 munitie. Ze hebben heel veel kogels nodig. En ze hebben die fantastische HIMAR-artillerie. Maar ook daar heb je steeds nieuwe projectielen voor nodig. Die is ook al een paar weken een beetje op de achtergrond, Bernhard. Ja, en er wordt volgens mij op dit moment misschien wel in die gesprekken die Zelensky met de regeringsleiders heeft. Maar daar wordt heel erg de nadruk op gelegd. En dat is ook politiek veel minder ingewikkeld, want het gaat om spullen die al geleverd zijn. Mm-hmm. Dus er is geen discussie meer van kan dat wel of kan dat niet, of is dat te provocerend tegenover de Russen of juist niet. Dit zijn dingen die er staan. En er is dus een schreeuwend gebrek nu klaarblijkelijk aan kogels, zou ik maar zeggen. Bommen en granaten. Ja. Dat is wat ze nodig hebben. En die Attackams, die raketten die 300 kilometer ver kunnen reiken, is dat nog iets wat gaat, niet gebeuren? Nee, gaat niet gebeuren. Nee, ze hebben nu een ander type, dat kan 150. Dat hebben de Amerikanen toegezegd. Ook na heel lang wikken en wegen heeft Biden gezegd, nou, vooruit die doen we dan. Maar verder willen ze niet, omdat wat ze willen voorkomen is dat er vanuit het westen van Oekraïne, althans aan de westelijke kant van Donbass, van die dingen worden opgesteld. En dat ze dan met groot gemak de Krim kunnen raken of allerlei andere doelen, ook in Rusland zelf. Dat willen de Amerikanen niet. Ik weet niet precies hoe de meningen daar zijn onder de 27 lidstaten van de EU, mm-hmm, of onder de NAVO-lidstaten in Europa. Maar in elk geval, ik denk dat de Polen het wel willen en de Baltische staten ook. Maar de Amerikanen gaan dat niet doen.